Hij zit in de studio klaar als het goed is. Rob. Ja. Wijnand? Fits, ja, 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 Fritz. Zijn jullie daar? Ja. ja. Ik ben er. Opnieuw. Aan de lijn. Ik wil de lijn vandaag graag doortrekken naar alle artiesten. Naar muzikanten. Naar theatermakers. Immers, zij kunnen niet doen waar ze zo verdraaid goed in zijn. Zij missen hun publiek. En wij. Ik. Wat missen wij ze toch? Ik had dit jaar zoveel willen zien. Nick Cave en Dome, Een optreden van Jentel en de Boer. Zoveel meer. En jullie kunnen daar vast nog een veel langere lijst aan toevoegen. Met namen die mij waarschijnlijk niet meer zoveel zeggen. Hoewel ik probeer het nog wel een beetje bij te houden hoor. Maar, maar wij redden ons wel. We hebben muziek thuis. Er zijn dvd's. Er is Netflix. Er is radio. Wat is het toch fijn dat radio bestaat. En er is televisie. Er zijn boeken. We komen wel aan onze kunsttrekken. Maar als ik denk aan die acteur die voor slechts 30 man zijn verhaal moet doen, of aan die oude die ineens voor een levensgroot dilemma staat, of aan al die gezelschappen die nu noodgedwongen thuis zitten. Wat moet ik tegen ze zeggen? Tegen al die zangers en zangeressen, al die bands in Nederland. Wat moet ik nu toch zeggen? Dat een beetje houvast kan geven. Dat ze werkelijk kan helpen, waardoor ze de moed niet verliezen. Ik heb een idee. Ik ga voor ze sparen. Voor ieder concert waar ik niet naartoe ga, voor ieder toneelstuk dat ik niet kan bezoeken, leg ik geld voor het toegangskaartje apart. Als jullie dat nou ook doen, dat is best heel veel geld. Is dat geen mooi idee? Dat we net doen alsof al die artiesten wel optreden en dat wij er in ons hoofd gewoon naartoe gaan. Dat we verzinnen dat we klappen en juichen en keihard meezingen of dansen. We zijn aanwezig bij, laten we zeggen, fantasieconcerten, fantasiestukken, fantasieoptredens. Als er dan al die artiesten na de pandemie weer werkelijk gaan optreden, dan betalen we gewoon dat gespaard geld erbij als extraatje. Dan kunnen zij ook weer door. Een mes dat aan twee kanten snijdt. Hoe fijn is dat? Als we dat nu allemaal doen, dan zitten we weer op één lijn. Dag, Wijnald erop. Morgen trek ik de lijn weer door. Want die mag natuurlijk niet breken deze week.